wedstrijd tegen Ezacıbaşı, dat was natuurlijk voor ons niet goed. 3-0 verloren. Voor mezelf was het ook niet echt een fijne dag. Ik zat in de warming-up tijdens het inslaan, moest nog naar de wc om over te geven. Dat was allemaal gewoon niet handig. En je zag ook in het team dat het gewoon niet liep. En dat zij gewoon heel goed ons onder druk hebben gezet. Goed dat het aan het begin van het seizoen gebeurt, want nu kun je nog van leren. We hebben natuurlijk video teruggekeken. Dat is nooit leuk als je hebt verloren, maar dat was wel even nodig. En je ziet ook wel dat het gewoon wel aan onszelf ligt. En dat we het zelf kunnen verbeteren, zodat je het zelf in de hand hebt. En dat is eigenlijk op zich ook wel een goed uitgangspunt, zeker aan het begin van het seizoen. En dan kun je dat later alleen maar beter doen. Dus opnieuw weer beginnen en we daarna gewoon maar weer de zaal in. Hoe kloten dat ook kan zijn als je net hebt verloren, dan is het nooit leuk om weer te beginnen. Ja, je voelt toch druk en je bent boos en iedereen is boos op zichzelf. Waarom heb ik dit niet zo gedaan? Waarom ging dit niet goed? En iedereen zoekt een beetje en ja, dat is nooit een leuke periode. Dus daar zitten we nu een beetje in. We zouden vrij zijn de wedstrijd de dag na Ezacıbaşı. Dat was ook mijn verjaardag. Maar uiteindelijk moest ik toch naar de hal komen om video te doen. En de rest heb ik nog getraind. Ik niet, omdat ik koorts had en buikgriep. Dus ik ben gewoon na de video weer naar huis gegaan. En dat was mijn verjaardag. Beetje dramatisch, maar goed. Aan de andere kant, ja, het is goed dat er nu het seizoen allemaal is gebeurd. En ik hoop dat we dit gewoon kunnen voorkomen in de tijden dat het er echt ontspant.